ben nu het kind. En dat zal ik altijd nog blijven ook. Ik denk dat ik ook wel daar me af heb gevraagd, wat doe ik hier? En waarom heb ik zo'n honger? Waarom krijg ik niet genoeg te eten? Waarom is het hier angstig? Waarom moet ik mijn mond houden? Waarom mag ik niet huilen? Waarom mag ik me niet als kind hier ontplooien? Ik was in België op vakantie. We reden naar Luik. Daar zouden we bij een kasteel zouden gaan kamperen. Wij komen eraan. En ik zeg tegen mijn vriendin: stop, ik ga niet door die poort. Ik kon ook niet zeggen, dat is mijn poort van mijn kamp waarin ik heb gezeten. Ik zei alleen maar steeds, ik ga niet door die poort, stop, ik wil naar huis. En ik begon te huilen, ik begon over te geven, ik begon helemaal te shaken. Maar ik kon niet uitleggen aan mijn vriendin waarom ik nou zo'n uiting van angst kreeg en waarom ik niet door die poort heen wilde. Kijk, dat is nou het verschil tussen een kind en een ouder. Mijn moeder zou gezegd hebben, ja joh, die poort was bij Wanjubiru. Ik snap dat wel, maar ik had mijn moeder niet bij me. Ik had een Nederlandse vriendin bij me, die de oorlog hier heeft meegemaakt. Maar ik kon dus niet, dat is nou het missen van het woordgebruik, taalgebruik, je herinneringen verwoorden, dat is heel moeilijk als kind. Er zal best al oorlogsdreiging geweest zijn, maar wat mijn herinneringen van Nederlands-Indië zijn, ja, het was altijd aangenaam en mooi en zonnig. Ik denk dat dat wel een beetje typeert, de vrijheid. Die kamptijd loopt als een rode draad door je leven. Dat is een stuk van je leven. Dat behoort gewoon bij je. Dat kan je ook niet maar zo vergeten. Nee, het maakt een deel van je leven uit. En als je dat kan accepteren, dan ben je al heel end. En dan leef je ook prettiger. En ik ben blij dat ik terug ben gegaan naar Indonesië. Dat ik op de plek heb gestaan, het was er niet meer hoor. Dat het gelukkig Sawa's waren. Dat ik terug ben gegaan, dat ik op de plek heb gestaan, dat we daardoor het kamp als het ware met de platte grond in de hand daar gebanjeerd hebben. En dat het een achterliggende periode voor mij is geweest. Het kamp bestond er niet meer, dus ik kon ook nooit meer terugkomen. Punt, klaar, uit. Wat we moeten onderstrepen is dit. Nergens in het hele Japanse machtsgebied hebben die burgergeïnterneerden het zo moeilijk gehad als in Nederlands-Indië. Alleen in Nederlands-Indië zijn de gezinnen gescheiden. Mannen en oudere jongens kwamen terecht in aparte kampen. Toen de vrouwen geïnterneerd werden, hadden velen iets van huisraad kunnen meenemen. Maar voor de mannen gold dat niet. Mannen kunnen verder in het algemeen slechter voor zichzelf zorgen dan vrouwen. Er zijn dan ook in die interneringskampen meer mannen dan vrouwen gestorven. Heel veel vrouwen, u ziet hier en ook straks, opnamen die vlak na Japans capitulatie zijn gemaakt, vonden steun in het feit dat ze voor de kinderen moesten zorgen. Als jongens een bepaalde leeftijd hadden bereikt, vaak die van 14 jaar, maar soms die van 8, dan werden ze uit een vrouwenkamp naar een mannenkamp overgeplaatst. Een scheiding die op menigeen een traumatisch effect had. Van de bijna 100.000 geïnterneerden zijn meer dan 15.000 in de kampen bezweken. Je moet er niet mee blijven zitten. Je moet proberen om het uit je te halen.
door te praten, door het proberen los te laten, niet meer bang te zijn. Door er met hulpverleners over te praten, als je geen andere, een ander luisterend oor hebt. Je moet wel met je verleden bezig zijn. En dan kom ik weer even terug op de plek. Waar doe je dat dan? Nou, onder andere hier jaarlijks bij ons vrouwenmonument. Ik heb ook in het begin, toen wij hier op Brombeek de herdenkingen kwamen doen, daar bij de vlaggenmast de herdenking gehouden voor de commandantswoning. Was ook schitterend. Want in het kamp had je er ook geen monument. Had je alleen de vlag die gauw in elkaar genaaid werd. Drie banen, rood, wit en blauw, die waren uit elkaar gehaald. Werden gauw in elkaar genaaid. En hup, daar ging hij met een touwtje naar boven. En daar hebben wij de bevrijding, de capitulatie van Japan, daar hebben we het Wilhelmus gezongen. Er gaat een soort energie van uit. Wij staan hier nog. We hebben het overleefd. Ja.